face the facts today. There's a better way. Take one step back and say there's a better way. Like a tree. Ik ben een man van 56 jaar. Ik ben vader van een zoon die ondertussen 29 is. Een zoontje heeft, dus ik ben opa van een klein zoontje van 2 jaar. En ik ben ongeveer 25 jaar getrouwd geweest. Mijn hobby's, hikings, trekkings, trektochten. Kanovaren, kajakken, vrij actieve sporten. Die hikings, die trekkings zijn voor mij altijd heel belangrijk geweest. Ik heb een ongelooflijk respect voor de natuur. De koude, de sneeuw, min 30 tot min 35 graden Celsius. Met een hondenspan voor 5-6 dagen gewoon die wilde natuur in. En je hebt alleen het contact met jezelf en met je honden. Je kan reflecteren naar jezelf, je denkt over van alles na. Maar het is zalig. Zalig om toe te komen, 's middags tegen dat donker wordt. En dan een vuurtje aan te steken, thee maken. En pas later dan de sauna aansteken. En tegen 's avonds ga je in groep in sauna. Dan kan je nadien in de sneeuw gaan rollen of in een koud wak zo. Mijn toptemperatuur was min 27 graden. En bij die temperatuur in het water duiken. Oh, akelig lekker. Binnen het huwelijk, mijn vrouw was ook verpleegkundige, verdeelden wij de taken. De huishoudelijke taken. Ik strijkte, ik hielp mee poetsen en kuisen en zo. En na 10 jaar heeft mijn vrouw een nieuwe vriend. Laat mij thuis met mijn zoon, die toen 7-8 jaar was. En ik heb toen eigenlijk alle vrouwelijke taken bij op mijn schouders genomen. Dat heeft zo'n aantal maanden geduurd. Mijn vrouw is teruggekomen. We hebben natuurlijk opnieuw op de sporen proberen zetten. We hebben daar heel veel therapie. We hebben daar met psychiaters over gepraat. Ik heb ook over transgender gevoelens gepraat met de psychiater. Dat was zo'n eerste gesprek met iemand anders daarover. De gesprekken met de psychiater hebben ongeveer 10 jaar lang ben ik in therapie geweest. En na 10 jaar verlaat mijn vrouw mij opnieuw. Zeggende, ja, eigenlijk, dit gaat niet. Dat is een huwelijk, ik zie dat niet zitten. De psychiater had met mij ook al daarover gehad en zei van, kijk, wat belangrijk is dat je jezelf aanvaardt zoals je bent. En alsjeblieft, als je vrouw weggaat, ja, dan is het zo. Je gaat dan verder met je leven zoals je voelt, zoals je bent. Het exploreren van dat vrouw zijn gebeurde achter gesloten deuren, binnen kamers, niemand wist daarvan. Het probleem was dan als iemand van de buren of een kennis aan de deur stond, ja, dan moest ik mij beginnen omkleden, dan moest ik mij ontschminken en dat waren ongelooflijke toestanden.
toestanden waar je ziek van wordt, maar ook echt ziek. Hè. Pas op dat moment heb ik mijn leven in handen gepakt. Hè. Heb ik gezegd van, oké, ik ben nu meer dan 50. Eigenlijk schaam ik mij voor niemand. Waarom zou ik niet dat masker dat zo'n gewicht heeft in mijn leven, waarom zou ik dat niet afleggen? En met alle respect proberen vertellen wie ik wel ben. En er echt voor uitkomen. Ik heb dat met een bang hart verteld. Er is iets met mij wat al jarenlang gaande is, waar ik echt diep mee zit. En het antwoord was, ja, dat is toch echt geen probleem. Jij bent toch nog altijd dezelfde persoon. Er verandert niks. Ik zie geen probleem. Die mensen waren zo warm en zo lief en zo begripvol, dat ik alleen maar kan zeggen, het feit dat ik dat verteld heb, heeft eigenlijk een heel belangrijke betekenis gehad in mijn leven. Een transgender is eigenlijk een zeer moeilijk te definiëren iemand, omdat er heel veel verschillende interpretaties bestaan van die term. Maar in het algemeen gaan we ervan uit dat transgender het koepelwoord is voor iedereen die niet netjes past in het man- of vrouwhokje. Dus dat zijn zowel mensen die aan travestie doen, mensen die zich tussen man en vrouw invoelen, wat dat dan meestal transgenderist noemen, maar ook de meer klassieke vorm van transseksualiteit, dus mensen die echt geboren zijn in één bepaalde lichaam en opgevoed zijn in één bepaalde genderrol, maar die zich eigenlijk voelen behoren tot het andere geslacht. Transseksualiteit hoeft niet te betekenen dat je ook medische stappen zal zetten. Hè? Het heeft te maken met je identiteit. Dus niet alle transseksuelen ondergaan hormonale behandeling of operaties om dat lichaam aan te passen. Een heel groot deel doet dat natuurlijk wel, omdat ze zich daar dan beter bij gaan voelen. Maar de definitie van transseksueel verengen tot zij die stappen zetten op het medische vlak is een te enge interpretatie. Er zijn heel veel mensen die nog heel veel schroom hebben om te vertellen dat ze transgender zijn. Maar er zijn evengoed heel veel mensen die het voor zichzelf nog niet weten en die nog een gans proces moeten doormaken. En dat komt ook omdat het niet zo'n zichtbaar thema is in de maatschappij. Er is al meer, er wordt al meer over gesproken, dus er is al meer expliciteit. Maar het is nog steeds moeilijk om voor jezelf te gaan beseffen dat je misschien ook zo bent. En wat dat dan betekent voor jezelf en hoe zit dat in elkaar? Wat betekent dat voor je identiteit? Wat betekent dat voor je omgeving? Eigenlijk eerst eens naar Londen gegaan, waar me niemand kende, waar ik een dag moest zijn voor het werk en na een half uur gedaan had met werk. En toen ben ik naar een huis gegaan waar men mensen helpt omkleden, waar men mensen helpt eigenlijk om die genderidentiteit beter te beleven. Waar je dus als man een beetje vrouwenkledij, schmink en zo. Dat was de eerste keer geweest. Dat was zeer spannend voor mij, dat was ook heel leuk. Maar dat was een dag opgesloten in een huis in Londen. Hoe is het dan later gegaan? Bij mij thuis heb ik toch wel op een bepaald ogenblik de stap gezet om naar buiten te komen. Ik heb mij gekleed, ik heb mij lichtjes geschminkt. Heel spannend, want er rijdt af en toe wel een auto door de straat en als ze van... Ik hoop dat hij langs achter komt in plaats van langs voor, dat hij mij niet ziet. Nu, het blijft het feit dat onze maatschappij heel binair is opgedeeld. Hè. Je bent geboren als man, je hebt iets tussen je benen hangen. Dat wil zeggen dat je op een bepaalde manier wordt opgevoed, dat je op een bepaalde manier opgroeit. Mensen hechten ook verwachtingen aan dat mannelijk geslacht, hoe raar ook. Hè. Je moet stoer zijn, je moet macho zijn, je moet mannelijk zijn. Je wordt geacht van een vriendin te vinden en kinderen te maken en ervoor te zorgen dat je de kostwinner bent in het huis. En dat klinkt heel oudbollig, zo'n model, maar dat is helaas 2014 nog steeds het model dat we hanteren. En er is niks mis mee als je ook past binnen dat model. Het is alleen zo dat veel mensen niet passen binnen dat model. Er zijn vragen gekomen. Er zijn vrienden die de woorden niet kenden, die niet wisten wat inhield, wat betekende.
Maar eigenlijk ben ik keer op keer toch wel omarmd met warmte, met liefde. Zo van, ja, voor ons blijf je Jan, Jannie, dat is om het even. Je blijft diezelfde persoon. En in C is dat ook zo. Ik ben diezelfde persoon. Nu, in grote lijnen zijn er eigenlijk drie fases te onderscheiden. Hè? Je hebt de counseling, dus de gesprekken met de mensen, waarin dat wordt afgetoetst van wat leeft er, wat is er allemaal al gebeurd, wat nog niet, wie is er al op de hoogte, is er ook voldoende sociale steun, weet de persoon zelf voldoende wat er allemaal kan, hè? En welke gevolgen dat het eventueel heeft voor zijn of haar sociaal leven, wettelijke stappen die hij of zij eventueel kan zetten. Dus al die verschillende aspecten worden afgetoetst. Als de persoon het dan wenst, dan kan er een hormonale behandeling worden opgestart. Hè? Mijn zoon is op de hoogte al meer dan 10 jaar. Had het er aanvankelijk zeer moeilijk mee. Vooral was een opgroeiende adolescent. En dat was ook zeer moeilijk voor zijn zelfbeeld. Een papa die plots liever vrouwenkleren aandoet of die liever vrouw zou zijn. Dat was zeer moeilijk. De moeilijkste personen om uit te leggen wat er met mij gaande was, waren heel naaste familieleden. Denk aan mijn zus. Week na week werd het zwaarder en zwaarder voor haar. Kon ze niet meer slapen, zegt ze, maar al die problemen die op Jannie afkomen. En toen heeft ze op een bepaald ogenblik ook gezegd van, ja maar ik wil je zelf zo niet zien. Voor mij blijf je mijn broer en ik heb schrik dat je verloren gaat zijn voor mij, dat ik mijn broer ga kwijt zijn. Je kan geen geslachtsoperatie ondergaan voordat je een jaar lang hormonen hebt genomen. En tijdens die hormonale fase wordt er ook wel aan de mensen gevraagd, in zoverre dat al niet het geval is, om ook effectief sociaal in die rol te kruipen. Hè? Dus ook zich te outen naar familie, naar vrienden, op het werk. Om ook zeg maar, te beleven van hoe is het eigenlijk om te leven als man of vrouw. Want soms valt dat wel een beetje tegen. Hè? Men heeft een heel rooskleurig beeld van ik ga perfect gelukkig zijn en ik ga mijn eigen helemaal kunnen ontplooien zoals ik altijd heb gewild. En is men dan, als men dan het zo gaat doen, is men dan verbaasd eigenlijk van oei, ik krijg hier negatieve reacties of oei, mensen kijken mij na of ik ervaar discriminatie of geweld. En ook op dat soort vlakken is het eigenlijk de taak van de psycholoog om die mensen daarin bij te staan, te informeren, te ondersteunen. En ook wij als infopunt zijn er dan om eventuele problemen mee op te lossen. Iemand die herkenbaar is op straat als transgender, krijgt veel meer te maken met publieke discriminatie. Die wordt veel meer nageroepen op school, op straat, nagekeken op straat, aangevallen, noem maar op. Maar daarnaast heb je natuurlijk te maken met iemand die werkt in een werkomgeving, die plots zijn coming out doet als, ja, ik ben eigenlijk, ik noem Peter, maar eigenlijk voel ik mij Jennifer. Goed, dan is dat ook een proces dat je doormaakt. Je moet aan je collega's gaan vertellen. Collega's aanvaarden dat niet altijd. Je moet aan je baas gaan vertellen. Het hangt er dan nog maar vanaf in welke functie je zit. Of dat je tijdens je transitie die functie kunt blijven behouden. Ja of nee. En hoe je omgeving daarop reageert. Dus er is heel veel onwetendheid, heel veel onbegrip en daardoor veel discriminatie. Ik ben inderdaad niet 100% vrouw, maar niemand is 100% vrouw of man. En mijn genderidentiteit is vrouw. En ik wil die ook zo beleven, ik wil dat ook zo tonen. Maar ik besef me al te goed dat ik er ook nog wel een stukje man uitzie en dat ik zal opvallen. Ik heb daar geen probleem mee. Nog eens, als mensen kijken, had ik een grote vrat op mijn neus, dan had men ook gekeken. Had ik een kale plek op mijn hoofd, dan had men ook gekeken. Had ik een hoofddoek op mijn hoofd, dan had men ook gekeken. Ik vind dat niet erg. Wat ik wel erg vind, is dat men zou uitlachen. Als men zou discriminerend reageren. Als men zou boos reageren. En dan ben ik echt niet van plan om het laten doen. Dan ga ik effectief reageren. Hoe, dat zal het moment uitwijzen. Maar ik laat me niet in een hoekje drukken. Er wordt bijna niet meer uitgegaan van hoe een persoon zich voelt, maar wel hoe je geregistreerd staat. Om die M en die V te kunnen veranderen,
moet je kunnen aantonen dat je bijna steriel bent. Hè? Dus dat je niet meer in staat bent om kinderen te verwekken in je oude genderrol. Dus we gaan eigenlijk mensen verplicht gaan steriliseren om iets bureaucratisch te gaan kunnen regelen of iets administratief te kunnen gaan regelen. We zien dat er een ongelooflijke toename is in de mensen die zorg gaan zoeken voor hun transgendergevoelens. Het team hier op het UZ Gent is begonnen in 1985 met 4-5 personen die hulp kwamen zoeken per jaar. Vorig jaar hadden we er 113 nieuwe mensen die hulp kwamen zoeken. De suïcidegedachtencijfers bij transgenders zijn dramatisch hoog. 62% van de transgenders heeft zelfmoord overwogen. Dat is veel, hè? Dat is gigantisch veel. En daar moet iets aan gedaan worden en daar wordt niks aan gedaan. Er is geen enkel beleid, welzijn, die daar iets rond doet. Die denkt van, goh, misschien moeten we toch eens gaan zorgen dat maatschappelijk werkers, welzijnswerkers opgeleid zijn om met deze thema's om te gaan. Dat als een transgender zich aanmeldt binnen een hulpverleningsorganisatie of waar dan ook, dat die correct behandeld wordt. Maar er gebeurt niks. Niemand. En niemand lijkt er wakker van te liggen. Ik hoop voornamelijk van het transgenderthema bespreekbaar te maken. Meer aanvaarding te hebben, minder discriminatie te hebben. Van te tonen, gewone mensen zijn ook maar gewone mensen en hebben ook hun eigen leven. Ik kan mezelf zijn, ik aanvaard mijzelf. En ik wil dat ook tonen aan de hele transgendergemeenschap. Ik wil eigenlijk een statement maken van je moet niet bang zijn. Je mag leven, je mag jezelf zijn. Om het even in welke vorm. Mensen tonen dat het gewoon transgender zijn ook maar gewoon mens zijn is. Dat vind ik heel belangrijk.